Oké, uitstekend. Welkom bij de Bali Live. Dit is de eerste in een serie coronadialogen. Hierin onderzoeken we met verschillende gasten wat de COVID-19-pandemie eigenlijk betekent. Wat betekent het voor onze samenleving, voor onze democratie, voor onze rechtsstaat? Wat betekent het nu en op de lange termijn? We proberen dat te duiden met een reeks van gesprekken met gasten waarvan wij vermoeden dat ze daar iets over te zeggen of te observeren hebben. En deze uitzending, deze eerste uitzending, is Arnon Grunberg de gast, Nederlands meest bezige romancier. Op alle mogelijke manieren schrijft hij met een onwaarschijnlijke snelheid columns, essays, beschouwingen. En hij schreef ook een beschouwing in het NRC vorige week al. Een ongelooflijk interessante beschouwing. Wij offeren alles op voor een gevoel van veiligheid. Hartelijk welkom, Arnon. Fijn dat je meedoet aan deze live uitzendingen in de Bali. Zolang de Bali dicht is en we dus in het café van de Bali alle ruimte hebben. Om dit te doen, ja. Jij maakt hier al jaren, eigenlijk vanaf mijn aantreden ongeveer, een reeks gesprekken Grunberg ontmoet. Waarin je prachtige gesprekken voert iedere keer weer over de meest uiteenlopende aspecten van de ziel en de samenleving. Fijn dat je als eerste ook in deze reeks wil meedoen met nu zelf als subject. Aanleiding is onder andere, wij offeren alles op voor een gevoel van veiligheid. Heb je het idee dat we te gemakkelijk onze rechten en vrijheden aan het weggeven zijn aan medici en staat op dit moment? Ik vind het wel een reëel gevaar. En het valt me wel op dat een soort gretigheid bestaat om het te doen. Dat men bijna blij lijkt te zijn, althans toch veel mensen blij te zijn, dat de staat die positie inneemt. En dat het bevragen door sommige mensen al wordt opgevat als een vorm van verraad. Dat je daarmee bevragen je burger, van die vrolijkheid van, is dit wel om die vrijheden op te geven. Gaat de staat niet te ver? Ja. Kijk, we hebben niet voor niets politici. Mogen medici op de stoel van een politicus gaan zitten, bioloog, en zeggen dit is nu nodig? Ja. En waarom nu? Nou, de aanleiding voor dit stuk was ook duidelijk dat we ons in een noodtoestand bevinden. Ja. En daar heb ik me bezig gehouden toen ik een boekje schreef over Carl Schmitt, een omstreden rechtsgeleerde. Hebben daar hebben we ook hier een avond over gedaan. En die heeft natuurlijk beroemde uitspraken gedaan over de noodtoestand. Onder andere, soeverein is hij die de noodtoestand kan uitroepen, in mijn parafrase. Ja. Dus dat die macht, als je de macht hebt om de noodtoestand uit te roepen, dan heb je natuurlijk eigenlijk de volstrekte macht. Ja. En het viel mij op, en daarom heb ik ook NRC gevraagd of ik dit stuk mocht schrijven. Dat initiatief ging van mij uit. Dat eigenlijk zo vanzelfsprekend werd opgenomen. Dat niemand even zei van, dat ik bijna niemand hoor die zeggen, wat gebeurt hier eigenlijk? Ja. Is dit echt nodig en slaan wij niet te ver door? Ja, je kan hier ontzettend veel over zeggen, over deze aftrap die je geeft. Maar je gebruikt ook het woord verraad. Dat gebruik je niet zomaar. Want het bevragen van de noodzaak voor de lockdown of de beslissingen die wij nemen, wordt al als verraad gezien. Hè? Ja, het betekent natuurlijk helemaal niet dat je daarmee zegt van de levens van ouderen vandaag zijn niet waard. Nee. Of die hoef ik graag op. Maar ik vind dat je altijd een afweging moet maken. Van is dit, en dat heb ik ook al gezegd. En dan doet me ook heel erg denken toch aan de paniek die het Westen in zijn greep had na 9-11, na de terroristische aanslagen. Ja. Daar zit daar wel een link. Ja. En toen heeft men ook wel heel graag gezegd, wij gaan allerlei vrijheden opofferen om ons veilig te voelen. Ja. Met no-fly lists, met ver doorgevoerde controlemechanismen op alle luchthavens die nooit zijn teruggenomen. Ja. Dus dat vond ik ook wel één. Ik dacht, wanneer houdt dit op en wat wordt weer teruggedraaid? Ja, met extra controles op luchthavens bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar ook met oorlogen in het Midden-Oosten. Met oorlogen in het Midden-Oosten die desastreus zijn verlopen. Die veel slachtoffers gevraagd hebben. Ja. Die tot aan de dag van vandaag doorwoekeren. Hè? Van de gevolgen op zijn minst doorwoekeren. Ik schreef ook in mijn stuk dat het ironisch is dat de langste oorlog die Amerika ooit heeft gevoerd min of meer ten einde kwam een paar weken voor dit losbarstte. Ja, toen een hele bizarre vredesakkoord werd gesloten tussen Amerika en de Taliban. Ja. Dus in die zin was er voor mij heel duidelijk een link tussen de terroristische aanslagen, tussen 9-11 of wat later gebeurde met Charlie Hebdo in Parijs, in Brussel, en de reacties daarop, het publieke sentiment en het coronavirus. Maar de macht die wij weggeven aan de staat, hè, omdat we bang zijn voor de dood, in feite. Die komt niet zomaar vanzelf terug, is jouw ervaring dus eigenlijk? Of is ik je vind, angst? Ik vind dat is een vrees. En ik vind dat die vrees historisch gezien gegrond is. Ja. En ik zeg ook helemaal niet dat wat Rutte of wat de Nederlandse staat, wat
de regering tot nu toe heeft gedaan per definitie fout is. Nee, dat hoor ik je ook niet zeggen. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel dat er discussie over mogelijk moet zijn. Ja. Op het moment dat je die discussie al gaat smoren. Ja. Als je zegt van nu moeten wij allemaal, nu mogen wij onze democratische rechten niet meer uitoefenen, ook niet verbaal, dan kom je echt in een hele gevaarlijke zone terecht. Ja, je ziet zelfs op social media en op andere plekken zie je hele redelijke mensen dat nu zeggen. Hè? Dus het is nu niet de tijd om kritiek te leveren. Wij moeten ons scharen achter besluiten van het kabinet. Ik zag een voormalige directeur van het Klingendaal Instituut, een man die toch een stel hersens heeft, dit letterlijk zeggen. Ja, dat deed mij weinig denken aan de beroemde, beroemde, beruchte ook Burgfrieden uit de Eerste Wereldoorlog, toen de sociaaldemocraten in Duitsland zeiden van we hebben nu een oorlog. Burgfrieden, Burgfrieden. Dus als de burg belegerd wordt, mag je elkaar niet afvallen. Nee. Ja. En dat idee bestaat nu, maar er zit een aantal, nou ja, dat we weten dat die Burgfrieden eigenlijk toch tamelijk desastreus is verlopen, dat ten eerste. Want daarna, die Eerste Wereldoorlog was desastreus, daarna kwam Weimar en dat was nog bijna net zo desastreus. Maar ook is het een raar idee dat er op nationaal niveau zo wordt gedacht, alsof de vijand zich toch ergens in het buitenland bevindt, terwijl je met goede redenen kunt zeggen dat het coronavirus gewoon een gevaar is voor de mensheid aan zich. Ja. En dat je dat niet op nationaal niveau zou moeten behandelen. Wat dat betreft vind ik ook teleurstellend dat de EU eigenlijk zo'n geringe of bijna geen rol heeft gespeeld bij de maatregelen. Dat het echt ieder land voor zich was. Ja. Dat is veelzeggend en dat vind ik ook beangstigend. Je ziet een terugkeer eigenlijk van het nationale reflexen, ja, in de Unie. Een terugkeer van de natiestaat. Ja. Ja. Op een heel raar moment. Op een cruciaal moment misschien wel, want we breiden de macht van die staten enorm uit. Ja. Ja. Maar ook, op een raar moment, omdat de vijand is niet een andere natiestaat of een andere wereldmacht. Mm-hmm. De vijand is een virus die zich, zoals we weten, van grenzen niet aantrekt. Ja. Ook al gooien ze dicht. Ja. Ja, dat kan je nu heel duidelijk zien. Dat haalt betrekkelijk weinig uit. Ja. Maar je kan natuurlijk zeggen, je haalt de Carl Schmitt aan in het begin van dit gesprek. Hè, en soevereiniteit is degene die de noodtoestand kan afkondigen. Hè, dat is dus die in feite uiteindelijk de macht heeft. Het is voor ons even schrikken, maar in Nederland heeft het kabinet toch ook de macht. Hè, dat hadden we een beetje vergeten, hè, in de open samenleving die we dachten dat we er zijn. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is de functie van de staat. Dat weten we toch, dat is goed. Dat is goed dat de staat op momenten dat het ertoe doet, of dat het ontspant, de macht heeft, de soevereiniteit heeft om ons te beschermen. Zeker. Daar is die voor. Dat, heb dat ik ook, schrijf je ook dat in het stuk. Daar is die staat voor. Ja. Maar een noodtoestand is niet voor niets een noodtoestand. Mm-hmm. Het is een toestand die gevaarlijk is en het risico bestaat, en dat beschrijf ik ook, dat je echt terechtkomt in een quasi-permanente noodtoestand. Ja. Of een serie van noodtoestanden. Omdat mm-hmm. er altijd wel weer gevaren zullen zijn die dit mogelijk maken, zeg maar. Die deze toestand helpen mogelijk te maken. En dan, en dat zie je ook gebeuren in Hongarije, je ziet het gebeuren in Israël, daar is het al aan de hand. Ja. En ik denk dat het gevaar ook reëel is in Amerika, dat bepaalde leiders met een autoritaire trek, om het heel zachtzinnig te zeggen, om het heel eufemistisch te zeggen, mm-hmm. van dit virus gebruik maken om hun greep op de macht te verstevigen. Ja. En om burgerlijke vrijheden buiten werking te stellen, om oppositie eigenlijk buiten werking te stellen. Ja. Dat is een reëel gevaar. Ja, Orbán is op dit moment aan het debatteren in zijn parlement over het uitbreiden van zijn macht tot het eind van het jaar. Huh? Ongecheckt. Ja. 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 De Chinezen natuurlijk, die noem je niet, maar die zijn ermee begonnen. Ja, dus de Chinezen. Ja, maar van hen kon je. Ja, dat bedoel ik niet. Maar gezien, dat niet omdat het Chinezen zijn, maar gezien de structuur, de staatsstructuur van het land en wat we van dat we weten hoe die partij reageert, lag dat binnen de lijn der verwachtingen. Ja. En daarom zeiden mensen toen ook met Wuhan, zeiden, ja, dat kan je in een autoritaire staat, kan dat. Nou, nu blijkt dat eigenlijk ook in minder autoritaire staten heel goed kan. Zoals de Nederlandse. Zoals de Nederlandse. Dat, ja. Maar je zei nog iets anders. Kijk, want dit kunnen we van de staat verwachten. En zeker van autoritaire types die hun al dan niet geheime agenda, sommige agenda's waren tamelijk obvious natuurlijk, ja. Doordrukken zoals Orbán of Xi. Xi heeft zichzelf voor het hele leven laten benoemen. Dat die man autoritaire trekjes heeft, dat verbaast niet natuurlijk. Hè. Maar in Nederland is het verrassender misschien. Maar in Nederland is ook iets anders aan de hand. Je zegt bijna, je neemt een soort opluchting waar over de lockdown. Zeg maar een soort wensdenken of een soort opluchting of. Ja, een beetje wel. Je noemde het van opluchting. Dat vind ik interessant. Ik denk dat het viel me op van mensen van wie ik het niet verwacht had, zonder hier nu allerlei namen te gaan noemen. Denk ik dat die
dat opeens het heerlijk was om te gehoorzamen. Ja. De wens te gehoorzamen en om verlost te worden. Misschien wel, nou, dat weten we ook uit de filosofie. Zoekeheurtje. En ook verlost te worden van bepaalde vrijheden. God, wat heerlijk. Ja. En er zit het verlost ook van bepaalde vrijheden. Ja. Vind ik mooi geformuleerd. Ja. Ja. En er zit natuurlijk nog iets anders aan. Dit is natuurlijk ook, dit levert enorm gemeenschapsgevoel op. Ik geloof niet, natuurlijk, je hebt in crisismomenten weten we, je hebt haalt het beste en het slechtste uit mensen naar voren. Ja. Dat zie je nu ook, allebei. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat toch die illusie van saamhorigheid, van gemeenschappelijkheid, dat die heel erg aanlokkelijk is. Ja. Daarvoor hebben we dan even geen WK nodig, we hebben geen voetbal nodig, geen sport. Maar deze ramp geeft ons de illusie dat we even verenigd zijn. Dat we allemaal hetzelfde meemaken en dat we niet alleen in paniek verenigd zijn. Verenigd in smart. Ja. Verenigd in lijden. In lijden en in paniek. Ja. Een gevoel van paniek, wat natuurlijk denk ik heel erg menselijk is. Gevoel van paniek, ja. Ja. Weet je, altijd als je alleen in paniek bent, denk je, oh, ik maak me zorgen, ik ben in paniek. Maar nu denk je, iedereen is in paniek. Ja. Wat heerlijk. Ja. Ik ben minder eenzaam. Ja. Maar ja, je kan ook zeggen dat het toch een prachtige collectieve ervaring, net als het WK of zo. Maar jij wantrouwt dat ik gevoel, wantrouw. Geloof ik. Ik denk dat het heel erg oppervlakkig is. Ik denk wat eronder zit is, is dus dat het niet, wat eronder zit is denk ik minder aangenaam. Wat zou nou, eronder kunnen zitten aan minder aangename sentimenten of gevolgen? Ik ben wantrouwig over elke vorm van nationalisme. En dit ook als het hier om gaat. Ja. Wij Nederlanders, denk ik, hè, dit is wat een rare. Ik begrijp het, maar het is toch heel raar. Nogmaals, als de vijand een virus is, waarom niet wij Europeanen? Of waarom niet wij mensen? Ja, wij mensheid. Ja. 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 Aan de andere kant is het opvallend dat de grootste oppositie tegen het zogenaamde kernkabinet van de premier Rutte en Ferdinand Grapperhaus en De Jonge, geloof ik, en zo, komt van Wilders en Baudet. Ja, vind je dat op meer? Dat is toch, dat viel te verwachten, toch? Dat viel misschien te verwachten, maar laat ik het zo zeggen. De nationalisten trachten in het parlement wel de democratische dialoog aan de gang te houden. Ja, misschien, zeker. Dat wil ik dan hun nageven, maar ook omdat ze denk ik hun kans schoon zien. Mm-hmm. In welke zin? Nou ja, omdat ze wat zij willen, zij pleiten allebei toch voor meer staat, ja. Voor meer ingrepen, voor minder burgerlijke vrijheden. Voor meer lockdown. Ja. Dus ze pleiten allebei voor een sterke staat. Ja. En hebben weinig oog of geen oog eigenlijk voor de gevaren die dat met zich meebrengt. En voor burgerlijke vrijheden, die denk ik ook, die je toch ook nu niet zomaar opzij kan vegen. Nee. Zonder dat je daarmee zegt, ik geef niets om de levens nogmaals van ouderen, maar wel dat het altijd een afweging is. En dat valt mij op, dat die afweging eigenlijk even niet meer toe lijkt te doen. Nee, die afweging lijkt dat niet meer te doen. Hè. We zijn een soort steeg ingelopen, collectief. Eerst de Chinezen, toen de Italianen en toen eigenlijk de rest van de mensheid, waarin de lockdown de enige goede reactie leek. En dat lijkt wel of die afgedwongen wordt en of de mater dingen de capaciteit op intensive care vleugels van ziekenhuizen is. Dus het aantal intensive care bedden is de enige lijn waar langs beslissingen worden genomen. Wereldwijd op dit moment genomen worden. Ja, en daar wil ik nog iets over zeggen, want dat is en daar zijn we ook. Ja, graag. En dat is ook nog weer een link met het terrorisme, want wij zien op het moment dat ik nsc.nl open, dan zie ik hoeveel doden er vandaag weer zijn gevallen. Dat is toch bijna altijd staat hoeveel dat mensen overleden zijn aan het coronavirus. In de strijd tegen het coronavirus. Het zijn geen soldaten die tegen. Nee, maar ik zie soms die formulering van Macron, die haal jij ook aan in jouw stuk. Hè? Macron die een oorlog tegen het virus afkomt. Nee, dan zijn het strijders. Dus dan lijkt het net alsof mensen nergens anders meer aan dood gaan gaan. Dus dan inderdaad kun je heel snel de illusie krijgen, zelfs al ben je nog zo'n kritische lezer, dat er geen ander gevaar meer bestaat dan dit. Net zo goed als ten tijde van het hoogtepunt van de aanslagen, dat je kon denken, wij gaan alleen nog maar aan terroristische aanslagen dood. Er bestaat geen ander gevaar meer. Ja. Dus dan ga je toch naar de wereld en naar de gevaren die ons eventueel bedreigen, kijken door dat hele kleine rietje. En het blijft een rietje. Dat denk ik echt. Ja. Dat hebben ook andere mensen gezegd. Dat is natuurlijk ook evident. Ik bedoel, er zijn nog altijd, maar het grappige is dat er zijn dat nog altijd andere gevaren en soms grotere gevaren. Ja. En dat werd toen ook gezegd. Als je dan zei van er gaan meer mensen dood aan verkeersongelukken dan aan aanslagen, dan werd dat ook weggehoond. Van, dat mag je niet met elkaar vergelijken. En dat zie ik nu ook gebeuren. Ik zeg niet dat je altijd die dingen. Sommige doden zijn beter dan andere doden. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Moreel beter. Ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen, die hebben gewoon ook geen idee. Ik bedoel, dat er zijn in 2018 volgens de WHO bijna 800.000 mensen wereldwijd aan HIV-gerelateerde ziektes gestorven. 800.000 mensen. Mm-hmm. Dat zijn aantallen. Ja, als je dat
waar het aantal doden tot nu toe aan corona toch bijna niet vallen. Of als je het hebt over de miljoenen doden in de afgelopen decennia in Congo. Alleen Congo. Gewoon, dat Congo komt bijna nooit in de krant. Ik zeg niet dat dat per se zou moeten. En misschien zijn er goede redenen voor dat wij die doden daar minder erg vinden. Maar het zou op zijn minst toch onze obsessie met het coronavirus enigszins mogen relativeren. En ik vind het, dat geldt niet alleen voor deze crisis, maar ook voor andere crisissen, die onwil om te relativeren, mm-hmm. is er helemaal niet. Dat vind ik eigenlijk altijd, en ik, het is mijn eerste reflex, mm-hmm. omdat ik denk dat het een overlevingsstrategie is, maar ook omdat ik denk dat je moet vechten tegen die tunnelvisie, dat die gevaarlijk is, dat relativeren voor veel mensen eigenlijk al een vorm van verraad is. Ja, en je zegt, hè, dus om te voorkomen dat we maatschappelijk beslissingen nemen gebaseerd op een visie door een rietje, ja. hè, moeten we andere dingen blijven beschrijven, benoemen. Hè? Tuurlijk. En dat is ook wat je doet hè, in dit stuk, meteen. Ja. Dat was ook wat je de vorige keer deed, bij 9-11. Ook zeker. Eigenlijk meteen hè, uit en New York. Ik ben toen niet in dank afgenomen. Maar het werd niet in dank, want je schreef over de kwaliteit van de Thaise viskoekjes, geloof ik. En dat mocht niet goed. Nee, zoiets. Daar komt het op neer. Ja. Ja. En die heel lekker zijn, Thaise viskoekjes. Nou, ik beschreef ook hoe het leven 1 op 12 september doorging. Ja, ja precies. In New York. In New York, ja. 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 En dat vind ik buitengewoon interessant. Je zegt... ik wantrouw dat, en dat is mijn reflex, maar je zei er even in een tussenzin tussen, en dat is misschien ook wel een overlevingsstrategie. Hoe bedoel je dat? Dus dat wantrouwen om iedere keer ook naar andere motieven te kijken of naar andere opties. En je zei er tussendoor, nee, kijk, je kan, was dat een overlevingsstrategie van jezelf? Ik denk van mensen in het algemeen, maar mm-hmm. ook mij. Als je mm-hmm. altijd bewust bent, je neemt als leven is een risicovolle bezigheid. Ja. En je neemt bepaalde risico's, anders heb je geen leven. Dus je probeert die risico's bewust te nemen. Maar we weten ook dat we niet altijd alle risico's even goed kunnen inschatten. Dus een bepaald soort vertrouwen is vereist om te kunnen leven. Dat is ook, daar ja. draait de samenleving. Maar daar draait ook je eigen, denk ik, psychische gezondheid. Ja. Dus als je te zeer focust op het nieuws over het coronavirus of de terroristische aanslagen, dan maak je voor jezelf eigenlijk je eigen overleven of je eigen psychische gezondheid ondermijn je, denk ik. Ik denk niet dat je naïef moet zijn, maar ik denk wel, het relativeren is ook gewoon een noodzakelijk mechanisme, omdat je anders gewoon niet verder kunt. Nou, heb jij de laatste dagen gelezen in Ernest Becker, hè, The Denial of Death, zag ik jou over twitteren. Ja. Interessant boek waarin onder andere de stelling wordt geponeerd dat wij, dat de hele maatschappij eigenlijk en alles wat wij trachten te doen, cultuur ook, een manier is om te ontkomen aan de doodsangst. Ja. Hè, die mensen hebben, die wij allemaal hebben natuurlijk. Ja. Maar het is een heel interessant moment natuurlijk, want we zijn op dit moment eigenlijk allemaal bang. Hè? Bang om te sterven of dat onze naasten of geliefden of ouders sterven. Hè? Dat is toch ook eigenlijk in zekere zin een ontzettend mooi moment voor iedereen, want we zullen onze angsten wat meer onder ogen moeten zien. Een moment van groei, psychische groei in ieder geval. Of ben ik dan te optimistisch? Het zou kunnen, maar ik denk dat angsten, weten wij ook heel veel nare neveneffecten hebben. Mm-hmm. Haat is een neveneffect van angst. Ja, dat is waar. Agressie. Ja. Ja. Angst levert niet altijd solidariteit op en zelfreflectie. Het kan hoor. Maar ik denk ook de meeste mensen zijn... Nou, dat wil ik niet zeggen, maar je moet wel bereid zijn om over je eigen angst na te denken. En die bereidheid is dan een vorm van relativering. Op het moment dat je eigen angst volledig serieus neemt, je zegt, mijn angst is de waarheid, dan kan je er ook niet meer echt over nadenken. Nee, angst is een slechte raadgever, zeggen we in het Nederlands. Het is een kwestie van dosering. Natuurlijk, soms ben je heel terecht bang. En angst is ook een overlevingsmechanisme, maar je moet die angst ook het zwijgen opleggen. En niet voor niets zegt Becker ergens in het boek, en het is echt een heel goed boek. Ik merk ook op Twitter dat sommige mensen er heel boos om worden, wat ook altijd veelzeggend is. Is dat hij zegt van ja, de mens is het dier dat zo doodsbang is geworden, dat hij altijd weer redenen zoekt voor die angst. Hij zoekt ook weer redenen om die angst te rechtvaardigen. Omdat die zo diep in hem zit. En dat kunnen soms ook heel fictieve redenen zijn. En dat is misschien ook wel die opluchting die je eerder beschreef in dit gesprek, die je waarneemt bij veel mensen van, nou, we kunnen eindelijk onze verantwoordelijkheden afleggen. De staat zorgt voor ons. Nou, het is wel grappig. Ik schreef aan een vriend die in New York zit en waar ik dus binnenkort heen hoop te gaan. Hij zei van, ja, eigenlijk valt het hier best mee. Toen zei ik, je leest niet, geloof niet wat die buitenlandse kranten schrijven. Maar toen schreef ik terug van, ja, ik ken toch een aantal mensen in New York die behoorlijk aan het doordraaien zijn. Maar misschien wilden die gewoon doordraaien en hebben die een goed excuus gezocht om door te draaien. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dus in die zin denk ik ook, met alle respect natuurlijk, dat mensen... Ik begrijp dat er allerlei essentiële
dat dit een existentieel moment is, zeker als je baan verliest, dat het virus maar een deel is van, ja, van wat je bang maakt. Of je misschien ouders, een klein deel of je ouders. Ja. Maar natuurlijk het doordraaien of de paniek, dat die A niet behulpzaam is. En dat inderdaad, dat ik denk dat in heel veel mensen die paniek zat. En dat ze die nu schaamteloos kunnen tonen. Omdat ze goede, ja, dat is een goede reden. Iedereen begrijpt het. Je mag geen oordeel meer vellen over die paniek. En je mag eigenlijk ook niet meer zeggen, nou, doe maar even rustig. Zo erg is het ook niet. Want dan, net als weer met het terrorisme in de tijd, neem je het niet serieus. Ja. En dan ben je eigenlijk een volksvijand. Dan ben je volksvijand en dan ben je al gauw verrader. En dat, ja, is dus een totalitair trekje eigenlijk in de bevolking. We hebben het net gehad over totalitair trekje in Orbán en andere politici misschien, die dit moment gebruiken om de staatsmacht uit te breiden. Maar er zijn ook grote delen van de bevolking die eigenlijk blij zijn dat alle relativering van lijden of van, ja, wat, problemen, wat zij niet wensen te horen, moet het zwijgen worden opgelegd. Ik denk dat, ja, is ook een heel menselijke reflex. Ja, het is een menselijke reflex die je op dit moment ook veel op Twitter terugziet. Van, ja, mensen die een fotootje van buiten posten. Hè? Nou ja, de Stasi is onder ons. Inderdaad, mensen die foto's. Maar ook als ik verhalen hoor van mensen die, hoe ze in supermarkten worden aangesproken en afgesnauwd. Of iemand, een buurvrouw die vertelde dat ze in het park zei van, het park is nu nog alleen voor mensen met honden. Anders hebben wij de ruimte. Dus mensen, behalve natuurlijk al die daden van solidariteit, hoewel, maar dus op het moment dat komt ook iets naar voren in mensen, dat ze denken, nu kunnen we elkaar de les lezen. Ja. En elkaar bestraffen en elkaar terechtwijzen, want we hebben het morele gelijk aan onze kant. Ja. Wij zijn natuurlijk, dat vinden we prettig, veel mensen, hè, om elkaar terecht te wijzen. Ja, helaas wel. Je haalt ook Thijs Goldschmidt aan, hè? Interessante schrijver en bioloog, die hier keer dat wij hier in de Bali waren, vertelde dat dat de mens eigenlijk tamelijk vredelievend is. Want als je het vergelijkt met chimpansees, onze, ja, meest nabije verwant, hij zei, als we op het Rokin 300 chimpansees loslaten, dan ontstaat er oorlog, want ze kennen elkaar niet. Nee. Hè? En de enige manier waarop chimpansees elkaar niet de hersens inslaan, is dat ze elkaar kennen, sociale groep, ja, zijn. Wij hebben daar, beschrijf jij heel duidelijk, wij hebben daar de staat voor, ja, onder andere. Het machtsmonopolie, ja, van de staat zorgt ervoor dat wij onze agressie, ja, in moeten dammen, ja, en elkaar niet naar de keel vliegen. Ja. Maar wederom, dan is toch die macht van de staat, Carl Schmid, de politiek die nu besluit dat we een lockdown krijgen, dat is toch ook een goed ding. Ja, die staat is een monster. Mm-hmm. Misschien een noodzakelijk monster, maar wel ook een heel gevaarlijk monster. Ja, dat, ja, je altijd weer moet te temmen. Daarom heb je natuurlijk die verdeling van macht. Daarom zijn ook in de meeste fatsoenlijke grondwetten is ook altijd beschreven dat die macht van de staat, dat de burger zich ook moet beschermen tegen de staat. Ja. Het hele idee van het terecht omstreden wapenbezit in Amerika komt voort uit het idee dat een burger zich moet beschermen tegen een staat die te machtig wordt. Ja. En dat idee aan zich vind ik heel begrijpelijk en sympathiek. Wat uit voortgekomen is een heel ander verhaal. Maar het valt me op dat je in Duitsland veel meer, en begrijpelijk gezien de geschiedenis, veel meer discussies hebt in kranten. Of niet veel meer, maar toch aanzienlijk meer dan hier. Over de vraag van, wat gebeurt hier eigenlijk? En worden onze wezenlijke rechten niet beschadigd? En is dit niet een gevaar voor die democratie die wij na 45 hadden opgebouwd? Denk je dat deze crisis dat is? Een gevaar voor de open, democratische, rechtsstatelijke staat die we hebben opgebouwd sinds 45? Ja. Ik zou het ontzettend dom vinden. Ik zeg niet wie kan de toekomst voorspellen. Maar ik zeg dat het een gevaar is. Ja. En ik denk dat vele anderen dat vermoedelijk ook zouden moeten kunnen zien. Ja. En dat vaak ook zien. Ja. En dat je over dat gevaar moet kunnen spreken. Ja, ik ben het helemaal met je eens over. Dus ik denk dat het een heel groot gevaar is. Maar ja. ik denk dat het gemak waarmee wij onze rechten nu weggeven, rechten komen te voet en gaan te paard. Net als vertrouwen. Ook dat, maar ook het gemak waarmee dat gaat. Ook dus als een tweede keer zal dit, nou ja, als het zo makkelijk gaat, vrees ik ook dat de staat of de regering, mocht het weer nodig zijn, en misschien een volgende keer met minder dwingende redenen, het weer zal worden toegepast en wij eraan gewend zullen zijn. Ja. Van, oh, daar gaan we weer, dit hebben we al meegemaakt. Zijn de virologen en medici onze nieuwe hoge priesters? Nu even wel. Nu even wel, ja. De nieuwe priesterkasten. Ja, omdat dat nu het gevaar is. Maar we zien ook hoe snel, dan komt er weer een derde gevaar. En dan heb je daar de experts weer. Die... Ja. En maar de experts zijn gevaarlijk eigenlijk, zeg je dat? Nee. Ik heb de experts ook, dat was natuurlijk een tijdje heel populair om te zeggen van de experts zijn, ja, hebben hun expertise verkwanseld. Ja. Dat zeg ik helemaal niet. Maar ik zeg, we moeten ook wel blijven inzien dat experts elkaar terecht kunnen tegenspreken. Dat wetenschap voortschrijdend inzicht is, dat statistiek
ook een kwestie is van interpreteren. Ja. Dus dat ook over expertise, ook al zijn wij niet virologen, toch discussie mogelijk moet zijn. En zeker dat gezegd moet worden. Maar kijk, we zouden ook kunnen zeggen vanuit medisch oogpunt, zou er geen drank meer moeten worden verkocht? Zou er geen sigaretten meer moeten worden verkocht? Toch doen we al die dingen, omdat we bepaalde vrijheden hebben. Ook om de vrijheid om onszelf schade toe te brengen. Zelfs, nou ja, binnenshuis mogen we nog roken, dus tweedehands rook. Hoeveel kinderen zullen daar niet onder lijden? Dus we nemen allerlei medische risico's, omdat we een open samenleving zijn. En nu lijkt die discussie daarover welke risico's nog rechtvaardigt om die open samenleving te behouden, wat een groot goed is, is even niet meer mogelijk. Nee. En dat vind ik toch nogmaals heel bedenkelijk. Er wordt ook niet echt gedacht aan de onzichtbare slachtoffers van zo'n lockdown natuurlijk. Ik heb eigenlijk nauwelijks iets gehoord over de kinderen die met hun agressieve ouders opgesloten zitten. Vrouwen die met agressieve mannen opgesloten zitten. Vrouwen die met agressieve mannen, ik wilde er net aan beginnen. Nee, dat is helemaal waar. Psychiatrische patiënten. Die onder enorme angst ouders leiden. Met psychiatrische kinderen. Ja. Waar wel iets over is geschreven, maar nou, te weinig. Dus de afweging tussen het ene lijden en het andere vindt eigenlijk niet plaats op dit moment? Nee, omdat het natuurlijk heel logisch is. Kijk, als ik viroloog zou zijn, dan zou ik zeggen, oké, vanuit het perspectief van de bestrijding van het virus zijn dit de stappen die je moet nemen. En dan ben je natuurlijk niet, dan kijk je terecht ook niet naar allerlei andere effecten die dat heeft. Ja. En nogmaals, en dat is toch ook weer een analogie met de bestrijding van terrorisme. Ik vind dat je altijd moet kijken naar de neveneffecten, want anders krijg je inderdaad. En daarin heeft Trump voor één keer, is dat wat hij zei, niet heel onredelijk. Het medicijn moet niet erger zijn dan de kwaal. Ja. Zeg je iets aardigs over Trump? Ik zeg niets aardigs over Trump, maar ook een onmens of een monster kan soms gelijk hebben. En dat moet dan ook worden gezegd. Zeker. Maar nee, dus het lijkt alsof die expertise, als de hoge priester, en daaraan moeten we ons, wij leggen ons lot in hun handen, omdat het vertrouwd voelt, omdat we denken daarmee veilig te zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk, nogmaals, dat is weer die tunnelvisie, kijken door een rietje naar de wereld. Een gevoel van veiligheid. Tuurlijk, het is een gevoel van veiligheid. Want er zijn hele andere gevaren die ons eigenlijk des te meer bedreigen. Ja, dus we zijn bezig met ons gevoel van veiligheid en niet met onze veiligheid. Nee, dat zeg ik ook in het stuk. Want dan gaat om. Nou, dat is ook. Ik kan nog heel. Ik weet niet meer wie dat zei, maar het ging ook weer. Dat was nogmaals die tijd van de terrorismebestrijding. Zei: het gaat om de passagiers. Het ging iemand die zich expert op het gebied van beveiliging van passagiers die met vliegtuigen vlogen. Reizigers. Het gaat om dat ze een gevoel van veiligheid hebben. Dat is het belangrijkste. Ja. Want dan blijft iedereen rustig. Ja. Dus dat is ook heel, heel logisch. Als mensen zich onveilig voelen, ook al is het geen echte onveiligheid, dan heb je. Ontstaat er onrust en situaties die je niet wil hebben. Dus ik begrijp ook wel dat dat gevoel van veiligheid belangrijk is. Maar juist daarom moet je ook als bevolking, denk ik, kunnen discussiëren over van, nou ja, wat is echt, is dit echt rationeel? Kunnen wij dit echt rationeel noemen? Of worden er meer mensen hier veilig van? Ja, worden meer mensen hier echt veilig van? Ja. Ja, jij zegt ook in je stuk dat een probleem hierbij is dat wij niet meer accepteren dat het leven tragisch is. Nee, dus dat er dingen gebeuren waar we zelf niet de hand in hebben. Dat het noodlot, dat er zoiets... En dat wij zo hoogmoedig geworden zijn dat we denken dat we het hele leven kunnen beheersen. En als we het zelf niet kunnen, dan kan de staat het. Ja. Ja. Ja, we gaan op vakantie naar Sri Lanka en als we stranden... Moet de staat ons teruggaan? Ook weer begrijpelijk, maar ook. Je maakt van die staat toch wel een soort seculiere god. Of een almachtige vader die alles maar moet. Ja, waar wij het niet meer kunnen oplossen, dan komt de staat. Ja. En natuurlijk vervult die staat in delen ook die rol. En de toespraak van Rutte had natuurlijk ook iets extreem vaderlijks. Zeker. Dat was ook helemaal geen slechte toespraak. Dus ik denk dat is ook een rol van de politiek, van de regering althans, en van de staat. Maar de gretigheid toch waarmee men zich daaraan onderwerpt, verbaasde mij, nogmaals. Ja. En verbaast niet alleen, maakt je zorgen. Maakt me zorgen. En ik denk ook dat je ook moet beseffen dat die staat ook natuurlijk heel veel dingen niet kan oplossen. Ja. Iedereen denkt eigenlijk dat de staat alles gaat vergoeden tussen nu en december volgend jaar. Dit jaar. Ja. 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 Dat moeten we nog maar zien. Ja. In Sicilië zijn al de plunderaars, is het plunderen op kleine schaal begonnen, las ik in de Frankfurter Allgemeine. Ja, dat is daar trouwens een oude traditie natuurlijk. Dat is wel een oude traditie, maar zelf daar eerder toe over. Maar toch, het is ook, men gaat daartoe over. Mijn overgrootmoeder komt van Sicilië, dus ik weet waar ik het over heb. Ja. Maar, ja. Maar dat, nee, ik denk dat is een gevaar wat je nog niet hebt genoemd. Ook nogmaals, dat is helemaal niet gezegd dat het zo is, maar ik denk wel, dit is echt een heel zwak moment voor de EU.
Dus op het moment dat de EU zo niet in staat is om zich te presenteren als een reële macht of als een alternatief voor al die verschillende staatjes, dan ondermijn je daarmee niet alleen het imago, maar ook toch de reële kracht van die staat. Net zoals bijvoorbeeld Amerika natuurlijk enorm ondermijnd is. Ja. Dit is echt een soort demasqué van Amerika. Ja. Ja. Op elk gebied. Ik bedoel, het is China die hulpgoederen stuurt naar Italië. Ja. Want na de oorlog was het Amerika die ons hielp. Nu komt de hulp uit China. Dus dat is zo veelzeggend en symbolisch. En ook dat vind ik opmerkelijk dat men daar nauwelijks oog voor heeft. Maar het lijkt er nu op, maar het is misschien te vroeg om dat te zeggen, dat uiteindelijk China hier het sterkste uit naar voren zal komen. Ja. En Poetin die ongemerkt zijn mandaat heeft verlengd tot het eind van zijn leven. Vrijwel ongemerkt. Vrijwel ongemerkt tot vrijwel het eind van zijn leven. Vrijwel het eind van zijn leven. Ja, dat klopt. En Xi had dat eerder al vrijwel ongemerkt gedaan. Xi Jinping. Maar en Poetin die druk bezig is om op dit moment de Unie uit elkaar te spelen. Ja, dat is natuurlijk het ideale moment. Ja. Ja. Nee, dus iedereen. Ik bedoel, men grijpt dus. Aan de ene kant, dat zal heel goed kunnen dat Trump hierdoor gaat verliezen. Maar ik sluit ook niet uit. En nogmaals, dat weet je niet. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat Trump dit aangeeft en zeggen, we gaan de verkiezingen even uitstellen. We kunnen ons nu geen verkiezingen permitteren. Het zou kunnen. Het kan ook dat hij gewoon wint als sterke vaderfiguur, waar iedereen zijn angsten op kan projecteren. Ondanks, hij zei altijd van, ik ga winnen omdat onder mijn bewind de beurs alleen maar omhoog is gegaan. Nou ja, maar het zou kunnen. Ja. Biden is natuurlijk onzichtbaar geworden. Ja. En op wie, als je nou echt bang bent, op wie stem je dan? Op Trump of op Biden? Ja, gezien wat we nu zien, dan kan ik me voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ik ga toch maar op Trump stemmen. Of die kiezers die toch aarzelen. Ik denk het ook. Ja. Maar dat is mijn. Ik heb ook geen glazen bol. Jij wil terug naar New York, hè? Ik wilde, ik heb het al 2 keer uitgesteld, maar ik hoop nu aanstaande zaterdag toch terug te gaan. Ja, waarom wil je dat? Heeft dat een. Ik wil er eigenlijk over schrijven. Dat is ook, als ik eerlijk ben. Het voelt toch als thuis. Ja. En ik vind het heel raar dat ik wel altijd naar oorlogsgebieden ben gegaan, dat ik dan nu niet terug ga naar New York. Waarom wil ik dat? Nou, ik denk toch om natuurlijk behalve nogmaals, New York is voor mij een soort thuis. Of ik woon daar echt, dus er zit iets in van ik wil naar huis. Maar ook toch om het te zien. Om het met eigen ogen te zien. Ja. Als ik op een gegeven moment ook Afghanistan met eigen ogen wilde zien. Ik wil het met eigen ogen zien. Ja. En ben je nu dan eigenlijk in een fase van onderzoek doen voor komend werk? Hoor ik je dat zeggen eigenlijk? Ik wil het zien met eigen ogen? Nou ja, niet voor komend werk. Want dan dacht ik, dat zou ik gewoon voor een krant of zo over gaan schrijven. Het is niet zozeer voor een nieuwe roman. Of de roman die ik in mijn hoofd had, die zit nog steeds in mijn hoofd. Dat staat. Nou, bijvoorbeeld met 9-11. Ik las een oud interview terug voor dit gesprek met jou. En concludeerde jij eigenlijk dat je veel en veel maatschappelijker bent gaan schrijven, hè, door 9-11. Dat je veel meer betrokken bent geraakt bij politiek en EU. En dat je eigenlijk oorspronkelijk niet had gedacht dat je stukken zou schrijven over de Europese Unie bijvoorbeeld of zo. Nee, zie jij. Je beschrijft net heel nadrukkelijk dat deze crisis misschien wel eenzelfde effect of groter effect zou kunnen hebben dan die van 9-11. Zie je eigen schrijver de bestaan daar ook in veranderen? Het zou heel goed kunnen. En nogmaals, want ik heb 9-11, heb ik ook wel eens gezegd in een stuk over Paul Scheffer, dat ik eigenlijk 9-11 in zover onderschat had. Want toen ik daar zag, dacht ik, ja, wij gaan, oké, dit is heel erg. Maar ik heb eigenlijk geen moment serieus gedacht van nu komen we in een reeks van aanslagen. Of nu ben ik onveilig in New York. Terwijl heel veel mensen. Dus wat ik onderschat heb, is dat heel veel hoe de wereld veranderd is. Hoe het antwoord op 9-11 de wereld veranderd heeft. Ja. En ik dacht, die fout is erger geweest dan 9-11 zelf. Ik dacht, die fout ga ik niet maken. Dus daarom heb ik ook dan dit stuk geschreven. Ik dacht, van nu dreigt, wij dreigen, het dreigt iets soortgelijks, vrees ik. Ik denk een deel van mijn schrijverschap is ook gewoon het zijn van ooggetuig. Dat je dingen ziet en daarover schrijft. Dat je er dingen heen gaat om daarover te schrijven. Ja. En dat je daarbij natuurlijk zo verantwoorde risico's neemt. Ja, verantwoorde risico's als naar een oorlogsgebied of naar een. Tuurlijk, ik ben ook niet voor niets. Ik ben nooit naar de oorlog in Syrië gegaan, omdat ik voor mezelf niet kon verantwoorden dat het veilig genoeg was. Ja. Voor mij. En mensen, En hier denk ik, dit kan wel. Tuurlijk kan het.
Maar ik begrijp ook dat het raar is, alsof je nu naar Bergamo gaat. Maar ja, dat moet misschien ook, ja. Ik denk dat is toch de taak van ik ben niet primair journalist, maar dat is toch wel de taak van journalisten. Dat je ergens heen gaat waar andere mensen misschien denken van ik blijf daar even weg. Zeker? En heel vaak, dat weten we natuurlijk allebei ook, want dat was natuurlijk ook de grote verrassing van het oorlogsgebied, dat een paar kilometer van het front gaat het gewone leven door. Ja. En dat is wat je vergeet als je alleen maar op nieuws betrekt. Dus daarom werden zo mensen in de tijd boos op het stuk. Omdat ze vergaten dat 2 kilometer ten noorden van de smullende torens waren de restaurants gewoon open en hadden mensen gesprekken over het leven. Wat je eigenlijk ondraaglijk vindt, maar wat ook het leven is en ook een manier om te overleven is. Ja, ja, ja. Ik wil nog één keer terug naar die doodsangst die iedereen nu... En het boek van Ernest Becker, wat jij opgegraven hebt in deze dagen. Alles wat we doen, zegt Becker, is eigenlijk een manier om onze fysieke doodsangst niet te hoeven zien. Hm? Om daar van weg te blijven. En daar kan je ook aan drank en drugs drinken, maar je kan ook aan het schrijven van romans denken. Dus jij bent buiten. Jij schrijft al heel lang romans. Je hebt een eeuwigheidsproject, zoals Becker dat noemt. Dat is jouw kunst. Daar ben je succesvol in. Dus jij hebt misschien heel erg veel ervaring in het overkomen van die levensangst en doodsangst, doordat je dat project hebt. Ja, ik ben bezig met een lezing waar ik onder andere Becker aanhaal. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik hem weer herlas. En daarin schrijf ik in die lezing dat, kijk, als je zelf niet gelooft in je eigen onsterfelijkheid, dan is van je geest of van je ziel, of hoe je het ook wil noemen, dan is die onsterfelijkheid, als die zou bestaan, van de producten die jouw geest heeft voortgebracht, eigenlijk niet zo heel belangrijk. Want als ik denk dat ik er niet meer ben na mijn dood, wat is dan de waarde dat men... Ik bedoel, ik vind het heel leuk hoor, dat mensen over 100 jaar nog de ziel zoeken lezen. Ik zou het iedereen aanraden. Maar ja? Wat heb ik aan als ik over 100 jaar niet meer ben? Homerus heeft er niks aan dat wij de Ilias lezen. Nee, natuurlijk niet. Nou, dat is een hele raar. Als je dat denkt, dan geloof je toch op een... En dat mag. Mm-hmm. Via een omweg in de onsterfelijkheid van de ziel. Ja, dat klopt. Ja. Dat je iets wil nalaten. Ik heb... Ja, ik denk niet dat mijn project is om... Dat het over, misschien onbewust hoor, maar niet bewust. Ik wil misschien wel een stempel drukken op... Of ik wil bijdragen aan een discussie. Dan schrijf ik ook zo'n stuk. Ja. Je wil een stempel drukken op je tijd, toch? Je wil niet ongemerkt voorbij zijn gegaan. Maar hoe daar later over wordt gedacht of geschreven, dat zal me eigenlijk... Dat houdt me echt niet zo bezig. Ik denk meer dat ik ook met een vriendin een discussie over. Die zei van, ja, je bent zo onthecht en je neemt het allemaal niet zo serieus. Ik zei, ik neem het heel serieus. Maar eigenlijk heb ik nooit gedacht dat het leven... En dat komt denk ik toch door de geschiedenis van mijn ouders en ook mijn opvoeding, dat het leven anders zou zijn dan een aaneenschakeling van crisissen. Je hebt niet gedacht dat dat anders zou zijn dan nee, dat? Nee. Het zal een aaneenschakeling van crisis zijn. Met tussendoor... Een beetje zonneschijn. Ja. En in die zin, ik begrijp wel dat wij dat... Maar dat doe ik ook met het idee dat wij het tragisch niet meer zien. Dat je denkt van, wij zijn zo gewend geraakt, en daar hebben we het eerder over gehad, en welke geschoven, aan een welvaart en vrede. Mm-hmm. Dat wij ons niet meer kunnen voorstellen dat oorlog hier komt. Maar zeker, ook dit is natuurlijk niet eens oorlog. Zelfs dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Dus wij hebben ons eigenlijk het recht op immuniteit tegen alles. Ja. En dat vind ik echt. Dat letterlijk is immuniteit. Tegen ieder virus, tegen iedere armoede. Ja. Tegen iedere armoede, tegen ieder gewapend conflict. Dat is allemaal Afrika, Azië. Recht op immuniteit. Het recht op immuniteit. Ja. En die eisen we van de staat. Ja. Ja, en dat is natuurlijk... Maar jij hebt een andere levensopvatting, zeg je net, omdat je ik een andere dat, ervaring hebt. Dat bestaat natuurlijk niet. Ja. Dat is historisch gezien, ben je niet goed wijs als je dat gebeurt. Ja, met alle respect, dat kan niet. Dat is dus, er komt, en in zekere zin is dit nog een hele milde vorm van een ramp die ons treft. Ja. Onze huizen zijn niet gebombardeerd, de geheime politie klopt vooralsnog niet op de deur. En zelfs vooralsnog, als we met, hè, zeg je. Ja. Vooralsnog. Ja. En zelfs als we met 5 of meer mensen buiten zouden staan, denk je dat de politie vrij mild optreedt. Ja. Dus we hoeven, in zekere zin is het echt een vrij milde crisis. Ik bedoel, economisch gezien, en zeker in Amerika denk ik zijn de andere verhalen, of India. Ik denk dat er steeds daar de lockdown voor, want daar, dat is echt, maar hier. Toch is het eigenlijk, vinden mensen het al onvoorstelbaar. Dat begrijp ik, maar het heeft ook iets, het heeft toch het recht op immuniteit, zit zo diep in ons, in onze cultuur kennelijk. En dat is een zwakte.
Dat is een zwakte. Dat is een teken van, en dat bedoel ik, een teken van, vind ik toch echt, dat vind ik de ware decadentie. Ja, maar jij zegt, mijn romans zijn niet zozeer een stiekeme methode om toch mijn ziel onsterfelijk te krijgen. Dat ik over 100 jaar gelezen word, maakt niet uit, want ik geloof niet in de onsterfelijkheid van de ziel. Dus het maakt niet uit in die zin of ik over 100 jaar gelezen word. Ik doe het omdat ik altijd gedacht heb dat het leven niks anders is dan een aaneenschakeling van crisis. En dit is mijn manier om die te beheersen. Nee, omdat ik denk dat ik iets te zeggen heb en iets bij te dragen heb, ook door middel van mijn romans, aan een andere manier van naar de wereld kijken. Ja. En ja. Ik denk, ik en ben zo gemoedig te denken. En heel goed geëquipeerd voor een crisis als deze, want jij verwacht niet anders. En jouw projecten van romans hebben jou geleerd dat je daarmee om kan gaan? Ja, en ook heel erg toch die journalistieke projecten. Ja. Het heeft wel echt, denk ik, geholpen dat ik in al die crisisgebieden ben geweest. Dat je denkt, nou, nu moeten we zo leven. Oké, dan leven we nu even zo. We gaan even kijken hoe we dat gaan doen. En dat zo kan het ook. Maar ik denk ook dat ik over deze tijd iets te zeggen heb. En dat een zinnige bijdrage is die hopelijk iets oplevert, ook voor andere mensen. Ja. Dat je toch, je hoopt toch ook door middel van een roman dat je anders naar de wereld kijkt. En die wereld uiteindelijk een bewoonbaardere plek wordt. Juist ook door te wijzen op het fundamenteel onbewoonbare karakter ervan. Dus door niet te zeggen van, we zijn, het kan. Ik ben ook in die zin echt geen idealist. Ik denk dat we nooit een paradijs op aarde kunnen maken. Dat er altijd conflicten zullen bestaan, maar dat we die wel beheersbaarder kunnen maken. En dat we wel van bepaalde fouten uit het verleden toch iets kunnen leren. Of bepaalde misstappen niet zetten. Niet alles opnieuw fout hoeven te doen. Dat hoop ik. En ja. Daar hoop ik je wel bij te dragen. Nou, bijvoorbeeld dat is natuurlijk ook echt een reëel gevaar. Dat hebben we nog niet over gehad. De samenzweringstheorieën vind ik nog belangrijk te noemen. Ik neem nog wel eens een Uber. De meeste Uber-chauffeurs denken dat dit. Dat is natuurlijk maar een kleine groep, anekdotisch bewijs. Maar toch, 80% denkt dat het een of andere geheime dienst is die dit virus op de wereld heeft gezet. Ja. Dat vind ik een gevaarlijke. Ik vrees dat er heel, heel veel mensen zijn die dat denken. Ja. Dat er toch iets achter zit, een of andere macht, welke macht dan ook, die ons dit heeft opgeleverd. Dat is heel gevaarlijk. En alles wat daaruit voort, nou ja, dat is natuurlijk democratie ondermijnend. Want heb je zo geen vertrouwen in wat. Aan de ene kant hebben we het over het fundamentele te groot vertrouwen in bepaalde expertise gehad. Maar tegelijkertijd bestaat een fundamenteel wantrouwen in wat kennelijk de politici zeggen. Dat ze zeggen het ons toch niet allemaal. Ja, en dan hebben we maar liever de artsen. Dan maar de artsen. En dan denken we toch dat het allemaal, dat de CIA of welke geheime dienst of de Chinezen of wie dan ook, vrijmetselaars, de Joden, wie zult het niet zijn geweest, daarachter zit om dat wij nu hier ons huis niet uit mogen. Denk je dat dit toeval is dat er dit soort conspiracy theories, samenzweringstheorieën en autoritaire leiders rondwaaien door de wereld en dat ook het antisemitisme weer toeneemt? Nee, dat zie je gewoon. Nou, kijk, nee. Dat zie je natuurlijk, de pest, dat is ook al. Dat, ja, de dat oude niet zondebokken worden altijd weer, komen altijd weer terug. Dat zijn hele handige, comfortabele zondebokken. Dat is, nee, nee. Die horen bij die samenzweringstheorieën. Die horen bij die samenzweringstheorieën, natuurlijk. Ja. Ja, nee, dat is. Nee, het verleden herhaalt zich nooit, maar er zijn wel bepaalde constanten. Ja. Tot nu toe. Ja. En ja, dat Trump het over een Chinees virus heeft gehad, is natuurlijk ook volstrekt ondermijnend voor de gedachte dat je denkt, nu hebben we eindelijk iets naar Carl Schmitt, van de mensheid bestaat niet. Hè? De mensheid valt uiteen in nazistaten. Beweert hij. Ja. Nou ja, dat zien we toch met alle. Ik ben niet onvoorwaardelijk aanhanger van Schmitt, in tegendeel. Maar we zien het toch weer gebeuren, zelfs in zo'n geval. Van je denkt, dit zou ons allemaal kunnen verenigen. Nee. Nee, het reflex is terugvallen op de nationale staat. Terugvallen op de nationale staat en zeggen, het virus komt uit China. Ja, ja. Daar is allemaal begonnen. Maar het is in jouw optiek niet te laat om dat te verhinderen. Als we daar maar over na blijven denken en blijven. Als ik dat zou denken, dan zou ik me moeten ophangen. Ja. Dus ik denk dat. Ik denk niet dat je het paradijs op aarde kunt stichten. Maar ik denk wel dat je het ergste kan voorkomen. Of dat je dat zou, als je doorleeft, dat je dat toch je instelling moet zijn. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Arno Grunberg. In deze corona-dialoog, de eerste aflevering. Hartelijk dank, Grunberg. Graag gedaan.